Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en de hoogste tijd voor een nieuwe Sloep en Tender videoblog. Ja, weer opnieuw de hoogste tijd, want vorige week hebben jullie keihard in de steek gelaten. Sorry daarvoor, het was gewoon een beetje ernstig druk in de sloepenwereld. Maar goed, vandaag gaan we het hebben over cadeautjes voor de moederdag. En daar gaan we heel veel mannen blij mee maken, want jullie weten toch niet wat je moet kopen voor jullie allerliefste. Of voor de kinderen die dan even voor de allerliefste moeder wat moeten kopen. Daar hebben we allemaal leuke tips voor, dus stay tuned. Zoals jullie misschien al weten, we hebben heel veel leuke dingen van Rivière Maison. En Rivière Maison had altijd mooie acrylglazen. Die waren altijd van de witte glazen. Die laat ik je zo nog wel eventjes zien. Maar we hebben nieuwe binnengekregen. En dat is deze lijn. Dat is een mooie rosé lijn. Dus allemaal acryl. Ja, het kan wel breken natuurlijk, maar je hebt niet ernstige splinters in je tenen zitten. Hebben we wijnglazen van. Hebben we ook waterglazen van. Daarnaast hebben we nog een nieuwe lijn en dat is deze, dus de doorzichtige glazen. Een beetje een klassiekere lijn, hartstikke leuk. Hebben we in de champagneglazen, hebben we in de wijnglazen, hebben we in de waterglazen. Dat is hartstikke leuk, heb je een hele mooie serie, dus kan je hier even snel scoren. En wil jij je glas ook koel of je fles ook koel houden aan boord? Deze doe je dan thuis eventjes in de vriezer, dus dan wordt dit bevroren, zit een waterlaag iets in. In de vriezer, je zet je fles erin en hij blijft lekker koel op de boot. We blijven nog heel even in de glazen. Dit is die lijn waar ik het over had, de witte lijn. Dat het doet een beetje denken aan Moët, sorry Moët. Is het een klein beetje van gejat, eerlijk gezegd. Witte wijnglazen ook weer, daar heb je ook de bubbelglazen van. Daar heb je ook de waterkannen van, hartstikke handig. En de koelers. Dus wil je echt een leuk dingetje, heb je hier gewoon een leuke set voor mama of voor moeders of voor de vrouw. Oké, wat ook heel erg leuk is, wij vinden het altijd heel erg leuk bij vrouwen om de boot elke jaar een beetje anders te maken. Een beetje leuk te pimpen, dus elk jaar of om de 2 jaar of 3 jaar, whatever. Leuke kussentjes in de boot, dan maak je een totaal andere look eventjes van de boot. En we hebben er heel veel van. Onder andere deze Mr. Right kan je aan haar geven. We hebben hier de Gentleman's Lounge. En we hebben de Ladies Lounge. Ja, ik moest van Koen op een kussen gaan zitten. En dan kan ik dus helemaal niet alles laten zien. Dus heel erg onhandig dit. Heb je wat... Ja, dat is toch zo. Heb je een wat klassiekere boot? Deze van Rivière Maison. Blauw met wit. Hartstikke leuk. Ibiza Lounge. Nou, we hebben kortom van alles nog. Oh, we hebben een nieuwe collectie. Ik ga toch lekker staan. Nieuwe collectie, moeten we nog wel wat binnen gaan komen, maar dit soort kussentjes, deze zijn wat artistieker, dus een beetje gek misschien, maar super leuk voor in de boot, dus dat dus. Nou, dit vonden we zelf ook een hele leuke. Dit is een kussentje Mie. En dit is een kussentje You. Ja, dus. Maar voor wie is You dan? Voor You. Voor You. Ja, ook een goede middag vanuit mij. Waar je vrouw misschien ook heel erg goed in is, want wij mannen houden natuurlijk echt van varen, dat is het schoonmaken van de boot. En wij hebben daar speciale borstels voor, zoals deze, de Stiff Brush. En die hebben we ook in verschillende kleuren en die hebben ook een verschillende hardheid. Dus deze bijvoorbeeld voor boven de waterlijn is lekker zacht, geeft geen krassen. Voor schoonmaakborstels heb je natuurlijk ook schoonmaakmiddelen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een bootreiniger. Voilà, hartstikke leuk. En, en ook een shampoo voor de kap. En ja, ik vind dit als man wel echt een vrouwendingetje. Dus dat is gewoon een heel leuk cadeau. Ik ga nou wel echt... Ik denk dat de helft van de Sloep en Tender videoblogkijkers nu een hekel aan me heeft. Dat is gewoon een grapje. De-abonneren. Nee, dus dat is een leuk cadeau. Ja, en wat natuurlijk ook een heel leuk cadeau is voor jou als man, dat is het volgende. Joan, moet je even meelopen, maar dat is een beetje lastig met de paal. En dat is hier bij de motoren. Kijk, een van de leukste cadeautjes zijn altijd indirecte cadeautjes. Dus het is eigenlijk een cadeautje wat dan met een boog weer terug naar jezelf gaat. Nou,
Dat is bijvoorbeeld bij de motoren zo. Dat kan je als mom kan je dat verkopen voor je vrouw van God, dit is voor moederdag. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk zelf gewoon heel graag die snelle motor. Hier staan bijvoorbeeld 200 pk's achter mij te blinken. En die willen gewoon heel graag het water op. En over het algemeen zie ik hier in de showroom vaak de discussie staan. De vrouw zegt, hey, die is meer van de kleuren van de boot. Even dit allemaal over het algemeen. Hè? Want, nou ja, goed, je hebt altijd uitzonderingen. En de mannen die zijn heel erg met de motor bezig. Alleen die krijgen ze er meestal niet doorheen, omdat de boot al gelukt is. Ja, en dan ook nog een snelle motor, dat is dan toch een stapje te ver. Maar moederdag kun je daarvoor heel goed als excuus gebruiken. Ik heb het zelf ook een keer gedaan. En ja, dan uiteindelijk is de vrouw daar ook wel heel erg blij mee, maar dan moet ze even doorheen bijten. Dus ik zou zeggen, koop die motor en wij bouwen hem voor je in. En ik beloof je dat als je motor koopt voor moederdag, dat ik zorg dat hij voorrang krijgt in de planning. En nog een leuk dingetje voor op de boot, dat is deze Kodoo Cooler. Dat is niet alleen een cooler, dat is ook een lichtje op de boot. Gezellig als je 's avonds gaat overnachten op de boot. En het is een Bluetooth speaker en hij is gewoon oplaadbaar. Dus even chargen en dan kan je hem loszetten. Ook in je tuin natuurlijk hartstikke leuk. Maar voor op de boot een hartstikke leuk dingetje. Zeker als je geen stereo aan boord hebt, heb je deze. Ik voel me net Leontien, maar Koen weet niet eens wie Leontien is. In ieder geval, echt wel? Hazes. Nee. Hey, joh. Oké. Maar in ieder geval, dit is een kop barbecue. Die kan je gebruiken op de boot. Wordt niet warm van onder. Dus die kan je gewoon op de tafel of op de motorkist zetten van de boot. Lekkere kreeftjes op doen. Je kan hem ook thuis gewoon gebruiken. Dus zit je niet op de boot, doe je hem lekker in de tuin. Echt helemaal niks met boten te maken. Maar goed, op het toilet hebben we allemaal van die lekkere scheurstokjes staan en zeep. En iedereen vraagt, wat is dat? Wat ruikt dat toch ontzettend lekker? Nou, die hebben we dus nu ook voor de verkoop. Dus leuke geurstokjes zijn ook bij het Elysium. Ik werd even afgeleid. Bij het Elysium bijvoorbeeld waren ze te koop. Echt helemaal lekker zen en spa luchtjes. Dus handzeepjes, olietjes en zo. Die hebben we ook nog. En dat is zeker voor de kids fijn, want het kost niet zo heel erg veel. Nou, we hebben echt nog veel meer. Ik kan echt alles wel laten zien, maar dat is een beetje boring voor jullie. Dus kom gewoon eventjes langs. Het mag gewoon weer. We zijn open. Dus dit was al het einde van deze sloep en Tender videoblog moederdag editie. Kom gezellig langs. Heel veel plezier sowieso zondag. Dan geef je moeder een dikke knuffel of je vrouw een dikke knuffel. En een ontbijtje niet vergeten. Abonneer je hieronder nog eventjes. Geef je commentaar hieronder voor een van de volgende onderwerpen. En we hopen dat we de volgende keer opnieuw op tijd zijn. Fijn weekend!